Mijn naam is Makuza Hamer. Inmiddels ben ik 31 en actrice. Dit is mijn puberdagboek. Gisteren had ik glitter op mijn oogleden en dat maakte Marjan agressief. Dus ze was heel boos en zei dat ik het niet meer mocht doen omdat het gevaarlijk was, onderweg. En ik mocht niet nee zeggen als mij iets gevraagd werd, zoals de tafel dekken. En ik moest de hondjes uitlaten, meteen uit school. En ik moest de afwasmachine uitruimen uit school. En ik moest mijn beugel dragen. En ik moest violen. En ik moest de tafel dekken. Anders ga je maar ergens anders wonen. Ik moest erg huilen. En ze zei dat ze ongesteld was en dat ze daardoor zo boos werd. Oh ja, gisteren zei ze ook nog, je moet weer eens een braaf meisje worden. Nou moet je ophouden, uitroepteken, 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 uitroepteken. Ik ben het braafst van de klas, dat is echt zo, ik overdrijf niet. Ik hoop dat ze snel verandert, ik hou het niet meer uit zo lang. Nou ja, ander onderwerp, ik blijf toch van haar houden. 1 week later, 3 juni. Hallo, vandaag was de leukste dag van mijn leven tot nu toe. Gewoon omdat alles goed ging en omdat ik in een goede bui ben. ...31 januari 2001. Ik ben 15. Hoe ik ook probeer, ik kan mezelf niet accepteren. Ik ben gewoon zo ontevreden over mijn lichaam. Ik ben te dik, te behaard. Ik heb pukkels boven mijn borsten en op mijn rug. Mijn borsten zijn te klein en lelijk. Ik heb putjes op mijn billen en een blubberbuik. Soms denk ik, had ik maar anorexia. Ja, ik weet het, heel stom, maar dan was ik tenminste dun. Een half jaar later, ik ben 16, 20 juni 2001. Ik heb een nieuwe broek. Een strakke. En ik had me voorgenomen om op losse broeken over te gaan vanwege mijn buik-slash-billen-concept. Maar deze zat te geweldig. Van boven een tikje los, maar dat heb ik vaker. Het is wel grappig hoeveel mensen naar mijn kont kijken. Dat is me nou eens opgevallen. Wat wil je, zo'n bigga ass? Maar in deze broek is hij dus wel oké. Okay. 3 juli 2001. Ik ben verliefd en hij ook op mij. We zijn verliefd. Sander. Had ik nooit verwacht toen ik hem voor het eerst zag. Toen vond ik hem gewoon wel leuk, weet je wel. Maar ik ben echt in heaven. 14 augustus. Weet je waar ik echt bang voor ben? Dat hij niet gaat passen. Of dat hij achterlijk veel pijn gaat doen. Hij heeft zo'n grote. Eve en ik hadden het er al over voordat ik hem gezien had toen we gingen zwemmen. Hoorder, ojo, Marcusa, ik heb medelijden met je. Doelend op zijn lul. Ik zou kijken, ojo. Maar ik vond het toen ik hem zag wel meevallen. Eve later ook echt zo vragen hoe groot hij was, haha. Dus ik zou vertellen, blijkbaar is dat wel groot. Maar nu ik er dus over nadenk, hoe past dat ooit in mijn nauwe puntje, puntje, puntje? Doei! PS. Oh joh, ik heb het meer dan 1 bladzijde over Sanders lul gehad. Hahaha. Ha, ha. 14 oktober 2001. Gisteren ben ik ontmaagd. Hij bleef slapen. Het mocht. Echt vet. Dinsdag ga ik met hem naar de musical Titanic. Vanochtend ging het al stukken beter dan gisteren. In de herfstvakantie komt hij waarschijnlijk langs in België. Dan hebben we het stenen huis voor onszelf en dan gaat het beter en beter. Ik vind het echt leuk.